GPC betekent Global Product Classification. Dit is een wereldwijd gebruikte standaard om op een eenduidige wijze producten in groepen in te delen. Dit is een belangrijk onderdeel voor informatieuitwisseling via GS1 Data Source. GS1 is de neutrale, wereldwijde, not-for-profit organisatie die de standaard ontwikkelt en beheert. Het gebruik van GPC heeft diverse voordelen. Het kan helpen bij betere zoekresultaten in webshops. Het geeft inzicht in verkoopstatistieken en daarnaast voorkomt het interpretatieverschillen in categorieën tussen afnemers en hun leveranciers. De GPC-structuur is een hiërarchie die bestaat uit vier lagen. Deze is opgezet om alle producten te ordenen van hoog naar laag: segment, familie, klasse en break. Een segment is het eerste niveau in de hiërarchie. Een segment is opgebouwd uit één of meerdere families. We nemen als voorbeeld schoonmaak-hygiënemiddelen. Een familie is het tweede niveau in de hiërarchie. Families worden gebruikt om een segment op hoofdlijnen op te splitsen. Een familie kan zijn opgebouwd uit één of meerdere klassen. Een klasse is het derde niveau in de hiërarchie. Klassen worden gebruikt om een familie nader op te splitsen. De basis van GPC is de brick. Dit is het vierde niveau in de hiërarchie. GPC-bricks definiëren categorieën van gelijksoortige producten. In de GS1 Artikel worden per brickcode vervolgens ook nog de kenmerken van het product ingevoerd in de vorm van e-commerce velden. Als u aan de slag gaat met de GPC, kunt u gebruik maken van verschillende hulpmiddelen. Zo is er een zoekmodule, de GPC browser, waarmee u snel een brick kunt vinden. Op de website van GS1 Nederland vindt u alle documentatie die u nodig heeft. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met GS1 Nederland.